Hey mensen, top dat jullie weer kijken. Wel, ik ben deze nieuwe werkplaatsvlog. Ja, kijk eens wie er is. Gedaan met de rust. Gedaan met de rust. Ja, Tom komt weer even een tijdje stage lopen, hè. Hey, lekker man. En jij mocht gewoon meekomen helpen weer. Ja. Je mocht gewoon twee keer op dezelfde plek staan. Ze zijn er weer ingetrapt. Ja, echt. Wat vertikken, ja. Nou, goed geregeld. Ja, mooi. Hey, komt goed uit, genoeg te doen. Hey, ondertussen over genoeg te doen te spreken. Kijk eens wie er ook is natuurlijk. Vandaag. Yee. En even voor een tijdsindruk te geven. Het is ondertussen al na de lunch, hè. We hebben echt al van alles gedaan. We hebben net hier met z'n tweeën een boel klinknagels eruit gebonkt. Robby is alweer een heel stuk aan het boren. Dus deze rups hebben we gewoon ook vandaag helemaal klaar met boren als het goed is. Tot hier nog. Nou, het is echt bijna klaar. Dat is een goede zaak. En dan gaan we boutjes bestellen en zo. Want dan kunnen we binnenkort deze gewoon in elkaar gaan zetten. Dan ligt het straks gewoon helemaal klaar voor als de rest van de wiezel af is. Zo, dat is wel echt een geweldig kawaii wat dan is afgerond. Dit is echt het grote hoofdpijndossier bij het restaureren van een wiezel. De rupsen. Ja, echt hè? Een beetje wel, ja. Dat is echt. Zoek maar op. Ga maar zoeken. Restoration wiezel. Nou, grootste probleem. Allemaal gejank over de rupsen. We hadden net een paar ook waar je het eigenlijk kon zien, hè? Maar ja, goed, dan kunnen we straks beter kijken, misschien als ze helemaal af zijn. Dat was dit stuk volgens mij ook. Dat is, aan de achterkant kon je het zien dat die poreus begint te worden. Ja, dat die echt zo opgezwollen is, dat rubber, en dat er dan scheurtjes zitten. En dat is dan waarschijnlijk omdat er binnen in die staalkabels aan het roesten zijn. Dan expandeert het, dan komen er bulten op. Ja. En op een gegeven moment dan breken ze natuurlijk gewoon door. Ja, deze uiteraard wel niet. Nou ja, dat is net dat onderste stuk daar natuurlijk. Heel veel werk. Maar goed, we hebben nog meer gedaan. Kom. Daar moet hij hier zijn, hè? Hij zet geen ladder. Doe ik. Oh, ligt hier. Jij mag niet mee. Jij mag niet mee. Kijk. Hij staat er al bovenop, hè, de rolgolf. Dat hebben we net ook al gedaan. Ja, zoals je ziet, de wielen zijn eraf. Dat moest, omdat hij anders niet onder de lichtbalk doorheen paste. Nou, we moesten hem zo hoog optillen dat hij er bovenop kon. Dan zat hij daar de steekbalk. Ja, dat. Dus we waren hier nog even wat dingetjes een beetje aan het rangschikken, aan het opruimen. En nou, die is eigenlijk ver leeg. Maar ondertussen, ik dacht, wat gaan we er vandaag nog doen? Behalve dan heel de dag opruimen, want dat heeft hieronder ondertussen wel een beetje gezien. We hebben hier nog iets. Kijk, wij zijn ook heel driftig bezig met allemaal dingen te verkopen. Hè? Op, toevallig, al die quad onderdelen die zijn gisteren al opgehaald, die zijn verkocht. Er liggen nog een paar motortjes. Check even op eBay. We zetten hier wel even een link erin. Dan kan je het zien. Die advertenties. Deze advertenties staan nog op. Kun je nou nog op bieden? Nou, en deze motor die staat ook echt al een hele tijd. Ja, nieuw in de krat. Deze is volgens mij echt nieuw, die motor. Het is een Steyr-motor. En als ik het goed zeg, is het een 414 type. Nou, het is van zo'n vrachtwagentje. Hier staat volgens mij... Niet echt. Ja, 414 staat er ook op. Ja, de motor is helemaal gesealed en alles. Zelfs ook een koppeling zit erop en zo. Maar hij heeft natuurlijk heel lang stilgestaan. Dus ja, de vraag is, doet hij het eigenlijk wel? Dus dat wilde ik eigenlijk even proberen. Kijken of deze motor het doet. En dan kunnen we hem ook gewoon verkopen. Want ik heb er verder geen bestemming bij. Ik heb destijds een hele partij van die motoren gekocht. En daar zat deze dus ook bij. Oké, dus ik dacht laten we dat gaan doen. We kunnen eerst zorgen dat we een paar plankjes maken hiervoor, want dit is een beetje zwabberig, zie je dan. Eens kijken of die vast zit, hè. Check it, power. Nou, draai maar even rond dan, hoor. Nee. Oh, daar staat iets. Ja. Ja, goed. Hij moet wel los zijn, want als hij vast zit, dan hoeven we ook niks meer moeite te doen. Daar worden we heel snel mee klaar. Ik zal eens een vringijzertje pakken. Nou, we hebben zien. Klaar. Waar? Oh. Hey. Oh joh, daarom draait hij niet. Kijk. Ah. Zo. De starterkrans is zeg maar een deel van de dragende constructie geworden. Van, nou, lekker dan. Nee, oh, dan. Dit moeten we ook afdoppen, zo te zien. Doppen. Ja. Hij komt recht. Zo van. Bijna recht. Zo, even al die banjo's eraf. De Biba banjo's. Ja, dat zal wel gaan. Ah, wat een nageluid, joh. Vind ik nou van jouw stem ook.
Kun je niet zo janken? Kijk eens wat grappig dit, hè. We hebben net eigenlijk alles naar hier gebracht, zodat we daar een werkplaats hebben. Hier een magazijn, dan gaan we vervolgens in het magazijn staan werken. Kijk, daar is logica, daar hou ik van. Ja. Zo, ik denk dat we hier achter ook nog wel een plaat op kunnen zetten. Maar hij wil zo ook wel... Nee, dit beter als dit wordt het niet. Oh nee? Dit is zo Moet gewoon een beetje aan de kant gaan staan als je begint te lopen. Als je echt begint te lopen, dan we dan wegvluchten. Die mag erbij blijven, die slang. Dan krijgen ze gewoon erbij van mij. Zo lief ben ik dan. Ja. Ja, kijk, ik heb dus hier zo, dat is P. Dus ik denk allemaal dat dit zeg maar de pressure site is. Maar ja, het kan natuurlijk ook iets van. Kan ook P, misschien dat de brandstoftank in het Hongaars zal beginnen met een P. Dus dan klopt dat dan weer niet. Maar ja, ik kom daar van ergens achter. Ja. Oh, wow, wow. Zo. Dikke vette big ass man. Hoe goed hij er niet afmaakt. Plop, plop, plop. Zo, nou, de asfalt zit aangesloten. Ze moest stiekem toch andersom. Ik had even geprobeerd. Hier zit een opvoerpompje. Oh, je hoort het ook gewoon. Luister, luister. Ja, dat is goed. Dus, nou, laat hem naar de werkplaats brengen, want ik kan eraan gaan werken. Brim, brim, een steiermotor. Zo. Laten we die motor buiten zetten als we hem gaan starten. Ik zal hem met de uitlaat zo naar binnen zetten. Ah nee, dan lijkt hem al rond zetten. Wat zou dit zijn, joh? Kijk hier dan. Geen idee wat dit is. Is dat om hem voor te smeren of wat? Nee toch? Even kijken, wat kant draait erop? Hij gaat zo. Woep, 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 woep. Dus hij gaat zo. Dat is de draairichting. Hij nog wel compressie. Zo te voelen. Geen idee wat dat doet. Nou, komen we wel achter. Hé, hey, je hebt accukabels. Is deze goed genoeg of moeten we even een... iets wat... Pakken. Waarom heb je geen nieuwe klem gepakt, joh? Die zijn zo'n dikke. Ja, hebben wij die klem ook liggen dan ergens? Ja, die hebben we. Er zit zo'n smal bakje in het magazijn, maar alleen geen idee waar die nou staat. Oh ja, een smal bakje dus in het magazijn tussen alle andere smalle bakjes. Ja, klopt. Okay. Daar ligt helemaal vol met accupolen, allemaal nieuwe. Oké, okay, nou, ik weet niet of dit... We kunnen hem hier wel ergens tussen schroeven misschien wel. Ja, ik weet niet, ja, dus, anders pakken we allemaal. Het is een massapol, dus dat kan wel kunnen. En daar ergens tussen schroeven. Ik heb net even de brandstofpomp open gemaakt. Altijd belangrijk, bij een dieselmotor die lang heeft stilgestaan, begin er altijd mee ook. Voordat je hem gaat proberen te starten. Nou, wat we al meteen zien, wat mij al opviel, is dat ook die de gashendel niet echt graag wil bewegen. Nou, we kunnen ook al heel snel zien wat er aan de hand is. Ik zal even een lampje pakken, dan kan het beter zien. Hier zien we de plunjers. En er valt al gelijk één ding op, dat is dat deze die zit niet naar beneden, zie je dat? Kijk, je ziet die veer. En die moet die plunger helemaal uitdrukken naar beneden. Nou, daar zit een soort van een geleider. Zit daar loopt, dat is zo'n elementje dat loopt op een nokkastje wat hier onderin zit. Wat er eigenlijk gebeurd is, die heeft die plunger zo naar boven gedrukt en toen is hij boven blijven staan. Die plunger zit dus vast in het cilindertje en daardoor werkt ook heel die heugel niet. Want als je hier bovenin kijkt, hier zo. Kijk, je ziet hier zo deze dingetjes. Deze. Die moeten eigenlijk kunnen bewegen. Dus je ziet, daar zitten tandjes daar. Zie je dat? Er zit aan de achterkant ligt een tandheugeltje. En die kan dus zo bewegen. En dan zullen al deze dingetjes zo tegelijk moeten draaien. Nou, dat doen ze dus niet, omdat deze vast zit. De andere die zijn volgens mij wel goed, want die bewegen allemaal wel mee, geloof ik. Maar deze die zit echt vast. Die moeten we zien los te krijgen. Ik denk dat het beste misschien kunnen kijken of we hier langs boven de persklep eruit kunnen draaien. Dan zo naar beneden kunnen drukken. Dan hebben we de meeste kans. Deze eruit. Dat zou gewoon moeten kunnen zonder dat de hele instelling verandert. Kijk. Hup.
Zo. Misschien een kutbeetje, is gewoon het verkeerde beetje voor deze schroeven. Deze moet eruit. Dit is de persklep. Hebbes. Kijk. Very good. Dat bedoel ik. Nou, dit is eventjes... Kijk, een beetje vers neerleggen dat het niet vuil kan worden. Nou, een beetje van die penetrating oil erin sausen. Dat moet goed zijn. Misschien dat hij nog iets kleiner moet, maar dat is een stukje materiaal om de plunger mee terug te kloppen. Een beetje zachter materiaal, dan slaan we er geen kraam aan, want dat wil natuurlijk niet. Hè? Ja, dit is goed. En heel even de braampjes eraf halen, deze is goed. Kijk, een vers is deze, dan staat hij open. Zit er tussen in de randje. Oh ja. Nou, hij is goed hoor. Oh, oh. Een stukje zachter materiaal. Het laatste wat we willen is natuurlijk dat het daar beschadigt. Maar dan gaat hij het echt niet meer doen. Ik heb er net een boel van die kruipolie ingespoten. En dan kunnen we nou, als het goed is. Kijk eens. Hup, dat is goed. Nou is hij naar beneden. Nou, ik zit even te denken als ik hem nou terug wil doen. Of dat ik dan de persklep erin moet zetten voor de zekerheid. Dat is de persklep. Dus deze zou eigenlijk ook gewoon los moeten zitten, dat dingetje. Je moet er zo uit kunnen. Kijk. Ik denk hè. Kijk, zie je? Hebbes, daar is hem. Ik denk dat we dat bij die andere ook gerust even kunnen doen eigenlijk, als ik dit zo zie. Dit is gewoon een terugslagklepje in feite. Het plunjertje zit hieronder. Duwt de brandstof hier naar boven en dan gaat deze gaat open. Dan gaat hij er langs af. En een veertje die drukt hem weer terug. Het is gewoon een terugslagklep. Dat zit. Dan ga ik hem nou, wacht even. Ik kan hem nou niet inzetten. Ik ga er niet indrukken daar, hè? Nee. Zeg maar als hij dat gaat doen, want dan wil ik even kijken dat hij niet daar heel die klep uit elkaar drukt. Het is zo handig om te draaien. Het is wel leuk dat ze er allemaal van die gaten in gemaakt hebben, maar dat draad daar zit in het pad. Nou, ik begin al steeds meer compressie te krijgen weer. Dat is niet zo bevorderlijk voor het met de hand draaien. Hij duwt hem in. Oh, kijk, zie je? Dat dacht ik al. Hij duwt dat huisje mee naar boven. Dat mag echt niet gebeuren. Want dan schiet hij uit zijn tandheugeltje misschien wel. En dan moet hem toch even terug in elkaar zetten eerst nu. Dat gaat. Yes. Mooi, nou ga ik hem helemaal terugdraaien. Dat zul je zien. Dan gaat hij gaat omlaag. En dan blijft onze plunger die blijft waarschijnlijk bovenin zitten. Kijk. Zie je? Dat is het. Dat is heel goed. Nee, volgens mij is hij nog steeds ingeknepen nu. Maar is nog wel eens naar beneden gegaan. Dat zeg ik toch? Hij blijft nog zitten. Hij blijft nog bovenin zitten. Kijk. Of gaat hij wel? Nee, hij komt nog niet. Heel goed van hem. Gewoon even zo doen. Hop, klop hem naar beneden. Ja, hoor je? Dan draagt hij weer. Nou gaan we weer terug omhoog draaien. Hetzelfde verhaaltje. En doen we dat gewoon een paar keer. Dan op een gegeven moment dan komt hij los. Volgens mij doet hij het al. Dat is typisch van het stilstaan. Dan gaan die plunjes helemaal vastplakken. Boven. Ik denk het wel. Zo. Ik kom weer terug draaien. Ja, ik denk dat er gewoon een braampje aan zit. Aan mijn dingetje nou. Oké. Zo. Maar hij gaat wel steeds soepeler hoor. Nebbes. Ja, hij gaat steeds soepeler. Hij moet dat gewoon een aantal keer doen. Zorgen dat er van die kruipolie tussen zit. Ja, dan uiteindelijk dan doet je het gewoon.
mij doet je het. Volgens mij doet je het al. Even kijken. Deze het alweer. Beetje zwaar. Toch nog. Dat stuk doet hij gewoon. Toch nog niet. Oh, ik denk ik moet gaan hangen. Ja, je hebt hem overlegd, hè? Ah. Nee, dat gaat echt niet. Huh? Ja. Ja. Zo. Je moet echt die steun hebben. Steun trekken. Mij. En nou zou deze ook mee moeten werken eigenlijk. Ik doe het alleen nog niet. Hij doet het nou wel. Zo. Kijk, dat bedoel ik ja. Ik moet hem eigenlijk even zo tegen zien te houden nou. Ja, die is echt goed. Die doet het weer. Nou, zo doe dan denk ik. Ja, ik houd hem net omhoog, maar. Zo, oké. Nou werkt ons gasmechanisme nou toevallig. Al. Vind ik wel gek. Hier zit er ook één vast. Deze. Ja, die zit ook vast. Die. Zie je? Dus we moeten er nog eentje doen. Dat vind ik niet fijn. Nou, Tori. Ja, nou begin ik wat te denken, want we staan hier eigenlijk buiten omdat we willen starten. We willen niet binnen gaan staan, want er zo'n pleursherrie is. Maar we hebben nog een uurtje. Misschien is het niet zo wijs om wel naar die kant te gaan, dan staan we hier nog gewoon een hele tijd in de kou te tobben en in de wind. Dat is eigenlijk niks. Deze moeten we ook losmaken. Die zit ook vast. Welke? Sorry. Deze. En daarom gaat hij dus nog niet op zijn plek. Ja, dit moet even. Ah, ik heb het geblazen. Perslucht. Dan weet je wat ik doe? Ik leg gewoon alles hier in de pellet. En dan leggen we binnen daar. Deze vanaf nog. Ziezo. Ik hoop misschien gauw even een bakje koffie doen. Maar als we nou even deze perskleppen eruit halen ook. Hé. Hey. Ja, waar zijn we hier gaan staan? Ik wilde er binnen staan, maar je maakt zoveel herrie daar. We zijn al bijna klaar. Ja, kom even kijken. Dat weet ik, dat is bijna klaar. Het was net al bijna klaar. We moesten nog 15 schakels, hè? Hè? Nog 15 schakels. Nou, nog één of zo, één of twee. Oh. Kom in, man. Nee, dat is niet les. Wat een goeie. Zo, dat is goed geroest inderdaad. Maar kijk hoe ze zitten. Ja, ook allemaal aan één echt kant. Echt aan één kant zo, ja. Een beunhaas gedaan, een stagiair heeft die gemaakt, zeg maar. Tom! Moet ik niet doen. Oh. Hij zei beunhaas. Jongen. Ja, eraf halen. Oh, rustig aan. Ja.
Yes. Dan moet je pas weer naar beneden. Dan kom ik niet zo fijn uit met die gaten om te tornen. Naar beneden kloppen. Wacht even zo. Even van die chopper op. Ja, die voelt een stuk massiever. Die zit goed vast. Ja. Het begint alweer soepel te gaan. Ja, niet helemaal, maar nu wel in ieder geval. Hij doet het. Die. Hoe kan dat nou opeens? Even kijken, dan zou hij ook terug uit. Veert hij ook uit? Lijkt erop. Deze doet het ook niet zeker. Nee, die niet. Yes. Nou, weer deze kant op. Ah, we krijgen ze wel los. Die andere is al los. Eentje is al goed. We zaten er nog twee vast. Ja. Yes. Nou, het gaat al soepel volgens mij. Wanneer krijg ik hem nou weer indrukken? Nu. Ja? Ja. Mooi. Want we hebben echt veel te ver gedraaid. Maar. Nou moeten we die weer naar beneden kloppen. Tik tok tik. Dat gaat al een stuk soepeler dan net. Dat gaat steeds soepeler. Dat is fijn. Kijk, oh, welke kant is dit nou? Kijk, welke kant ik op draaide. Hoe draaide ik net? Dus klok mee, het heeft klok in. Nou weer, zo, deze kant op. Net waren we dus, draaiden we gewoon een verkeerde kant op. Ja. Is goed? Yes. Dan moet je hem indrukken. Ja. Ja, goed. Maar het huisje blijft ook gewoon zitten, dus dat is al goed. Nou, van het is. Ja, dat is goed. Nou, met deze kant op. Hij gaat niet aan zichzelf bewegen. Hij drukt hem nou weer in. Ja, zie je, hij blijft er gewoon wel staan hoor, dat huisje. Een beetje, er zit een beetje steen op, maar niet veel. Maar je ziet er, er is echt niks meer nou wat hij nodig heeft toch? Nu doet het alweer. Kijk, we gaan nog een beetje, met moeite. Nou zou deze ook weer moeten werken, zou ik zeggen. Ja, kijk eens. Ik zal een lampje erbij pakken. Hop, 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 hop. Hij doet het weer. Dat is goed. Dat moet hij doen. Als hij dat niet doet, dan moet je hem niet starten, want dan slaat hij op hol. Dan blijft er één plunger blijft dan boven staan, die doet niet mee. En de rest, die doet wel mee en die doen volle gas mee dan. En dan regelt hij dan niet terug. Heel goed. Ik denk even persklepjes controleren. En dit daar aan de bovenkant even uitblazen met perslucht. Hier. Dat is toch een beetje troep in te vallen. En dat is maar één manier hoe die troep daar weg kan. En dat is door de verstuiverleiding en door de verstuivers. En de verstuivers hebben echt hele kleine gatjes. Dat gaat er zomaar niet door. Dus dat is wel even goed dat we er even een beetje schoonblazen. Er ligt eigenlijk niet veel in hoor. Maar net een klein frummeltje kan genoeg zijn. Deze is gewoon goed. Deze die kwam uit deze. En die zat dus niet vast. Laten we deze ook nog even controleren. Daar, ja, nou toch open liggen dus. Je kunt maar zekerheid hebben daarin. Zo. Okay. Is goed dat we dat doen, want deze zit ook gewoon keurig vast. Dat zijn de persklepjes. Als die blijven hangen, dan heb je kans dat ze open blijven staan. Dan werkt het ook niet. Dan heeft hij ook geen opbrengst. Kijk maar, ik kan hem gewoon vasthouden met een tangetje hier aan de achterkant. Maakt niks uit. Dan beschadig je niks. Ik kan hem even een beetje draaien zo. Woep. Kijk. Dat is al voldoende eigenlijk. Nou is jou weer goed. We hebben ook een interessant geval. De veertje er zat ingedrukt. Dus hier joh. Die is niet helemaal lekker. Die moeten we dadelijk even een beetje beter buigen. Die heb ik echt vakkundig gereviseerd die veer. Even met twee tangen op maat getrokken. En nou is hij goed. Ja. Ongeveer. Ongeveer. Ha! Normaal! Oké, hebben we hier een blaasunit? Nee, die hebben we. Heel goed.
Even kijken, een totje. En met je ogen erboven zo, dan lekker zo. Nee, hey, ik wil er eigenlijk een totje bij. Moeten we even een bij pakken. Oh, wat lekker. Persklepjes erop. Dat is lekker. Zo, en dan plop, ding wegschieten. Warm. Ah, wat net zei. Waarom zit jij niet helemaal beneden en die andere wel? Toch nog even gauw starten eigenlijk. Even gauw. Want hij kan het nou gewoon doen hoor. Zoiets doet hij dan, ja. Ja, zo ongeveer. Als hij het niet doet, dan moet je dat gewoon even eronder editen, dat geluidje. We bouwen hem terug in één. Snapte wel. Zo, die even er zo in. Nou, ik draai hem bij. Persklep er terug in. Snoept hij lekker op? Nee, daar snoept hij niet op. En dadelijk even kijken. Hey, en nou? Want nou moet hij in elkaar ook weer. Ja, heb je al boontjes besteld? Nee, weet je welke we nodig hebben? Ja, en 8x30. 1320 stuks. Dat is de moeite. Ja, iets meer. En borgmoesjes. En plaatjes. Die plaatjes moeten we inderdaad even tekenen en even een proefje laten snijden. Ja. Zo, kijk eens aan. Hey. Hij doet het weer hoor. Ja, dit werkt. Nou nog starten lopen. Ja, ik denk alleen dat we één lek oliekanaal hebben nog. Ben ik bang. Ziezo. Ah, mooi. Dan kunnen we hem dadelijk bijna starten. Ik zie hier nog een dopje eraf moet. Dat is een plug van de compressor. Ik denk dat hij het niet zo fijn vindt als je geen lucht kan passen. Plop. Zo. Zo. Oh, halen we dat? Halen we ook gewoon wel. Kijk dan. Hallo, waar blijft die brandstof dan? Dit is een kan. Dat kan. Dat kan wel, hè? Staat het open, toch? Een normale rep draaien gewoon. Dan kunnen we wel voelen of dat er iets uitkomt daar. Hij ziet wel heel vinger dat hij iets doet, maar als er geen vloeistof hierin zit, ja, kun je beter hier even hier wat inpompen. Ja, gewoon doorpompen. Hoger houden die kabel, misschien. Ja. Kan even ergens opzetten. Kunnen we even zo. Hevelt hij er meer in. Hij moet toppen doen, die is er meer gewend. Ja, maar ik vind dat er aardig goed uitziet zo, dus dat gaat wel goed. Dus dat komt wel, komt wel wat van diesel, maar hij lekt ook wel. Omdat hier lucht in zit, doet hij niet goed. Ja, maar hij lekt ook wel. Ik zie dat. Ja, er zit wel diesel in die wij net opgepompt hebben. Ik zie wel, gaat veel sneller als stond met u. Daar is hij goed in, dat zie ik wel. Zeg jij maar niks, ouwe snoepert. Ha, ha, ha. Ja, ja. Dat hij andersom moet, dat lijkt me echt totaal. Ja, maar als dit pressure is, ja, dan moet hij daarop zitten. Ik heb nog wel een gewone handpomp, ook wel. Die kunnen er ook wat tussen zetten. Zou hij aanzuigen? Ja, hij zuigt misschien wel aan. Ja, ik zak hier niks meer in, het plaatje. Nee, nee, dat hebben we wel opgezogen, een soort van. Nou kun je ook zien of dat daar belletjes komen. Oh joh, hij gaat echt wel een heel stroef nou. Ja, je hebt hem echt kapot gesmeerd, Tom. Ja, vraag maar voor het jaar. Gewoon even deze dingen eraf moeten laten en eens even kijken wat er gebeurt. Gewoon een beetje dingen erin gieten, een beetje diesel of zo. Ik zat ook te denken, we kunnen hem ook nog aanblazen. Als we daar een beetje druk op die kan zetten. Ja. Even een tot erop en dan een pistooltje erop en dan houden we zo. Vaak gaan met een brandstof tegen. Dit is gewoon een aansluiting dan. Als we iets willen doen, dan zit het daar. Achter die grote platkopschroef. Dan moeten we even de schroevendraaier van Godzilla halen. Kijk hier dan. Dat is niet normaal, hè? Wat is dat nu voor iets? Waarom is daar niet gewoon een zeskantje op gezet of zo? Even deze eruit halen. We moeten eens even kijken wat daaronder zit. Dat pompje, dat brandstof. Is niet helemaal joopvol. Een ringetje leg je nog wel op. Ja, inderdaad. Ja, dit. Hier zit een klapje onder. Die kun je met je schroevendraaier denk ik wel bedienen. Zie je dat? Ja. Nou, dat is het probleem. Dit gaat echt niet lekker. Deze. Ik denk dat deze gewoon helemaal droog loopt nu. Even kijken, misschien dat beter gaat. Ja, die moet gewoon echt even een beetje diesel hebben. Ja, die spanning erop. Ja.
vergeet het maar. Ja, waarom zou je er ook gewoon een zeskant op zetten? Want dan weet je niet van zeker dat je het nooit meer uit elkaar krijgt. Beter is met die dan. Ja. Hij drijft hem gewoon aan met een nokje op de brandstofpomp. Ja, en als hij dan net verkeerd staat? Nee, dat maakt niet uit, want deze die werkt ook gewoon hetzelfde. Je hebt volgens mij gewoon twee plungertjes die op hetzelfde kamertje werken eigenlijk. Doet je het? Volgens mij wel. Ja, zo te zien wel. Ja. Nou, deze eraf pakken en dan moeten we denk ik wel dadelijk af gaan sluiten, want het is al 5 uur geweest alweer. Hè? Nou, deze, hé, die kant doet het wel, hoor je dat? Ja. Volgens mij. Oh, wacht, dan moet hij wel opzitten. Eens even kijken of dit dan doet. Nou, ook niet helemaal. Hoor. Hm. Ja, hij wel. Hier. Maar hij gaat hier ook lekken. Hij lekt hier ook allemaal. Heel de ding lekt gewoon. Ja, dit is. Deze is gewoon niet goed. Nee, waar lekt hij toch allemaal langs? Ja, ook hier natuurlijk. Met de pakking van het glaasje misschien. Ja, dat denk ik ja. Hm. Dat is niet goed. Het bouwt wel druk op, of niet? Ja, wel iets. Maar niet, niet zoals het zou moeten zijn hoor. Ja, dan is het waarschijnlijk toch dat klepje. Ik denk het. Leg hem in de ultrasone zodat hij heet wordt, dan springt hij misschien wel los. Ja, mogelijk ja. Yeah. Laat het ringetje. Kijk, het ringetje blijft eraan hangen volgens mij. Kijk, ja, dat is goed. Ah, ja, nog een zeefje ook. Dat is goed. Chic. Toch wel gewoon een rubbertje hoor, hier. Hij is natuurlijk gewoon opgedroogd ook. Oké. Goed. Prettig genoeg. Nou, dat moet ik niet pakken. Schone vloeistof. Ja, klein schone handen. Dat niet. Ja, ideaal. Dat is ook wel handig eigenlijk. Oh, die staalkabels zijn nog wel aan elkaar, of hè? Nee, los. Oh ja, hij hangt daar net met een haakje eraan. Zie je die staalkabels? Oh, die staalkabels zijn een beetje teruggetrokken. Je ziet daar die gaatjes waar ze in zaten. Oh, daar zie je ze nog zitten. Wat een werkstuk, hè? Er zitten al 4 van die kabels in of zo. 3 volgens mij maar. Nee. Wel 4. Ja, 4. Er liggen 4 kabels liggen erin, staalkabels. Er zit een rubber er helemaal omheen gevulkaniseerd. En deze dingen die zitten dan ook nog eraan. Zouden die ook nog vastzitten aan die kabels geklonken met iets of zo? Nee, volgens mij niet. Ja, dat is. Er zijn wel mensen die hebben die banden wel eens opnieuw gemaakt ook. Maar... Ja, ik ben bij iemand geweest die had die mal gemaakt. Maar dan nog eens de kraai duur, hè, die banden. Hier zat een klepje. Ik moest er echt zo tegenaan drukken. Echt zo knak. En nou, ik, nou doe je het. Ja, doe nou eens. Zonder gekheid. Die gaat niet. Jouw glaasjes eraf. Nou jawel, want dan pompt hij hier. Kijk. Het wordt veel beter nou. Ja. Hij zaagt hier. Hey. Ja, dan is dan Peter is toch druk. Ja. Dus zat hij wel goed. Maar, oké. Okay. Ja, nou, hij doet het nou volgens mij gewoon. Ivo heeft toch al de bus gemist en ze gaan nog toch even verder. Ja, we moeten het echt afsluiten. Dat is jammer. Het was leuk geweest om dit ding vandaag nog te laten lopen. Maar dat gaat morgen dan wel lukken. Oh ja, trouwens voor degenen die nou zaten te wachten op de aflevering bij DSP. Ze lopen een beetje uit in de planning daar. Dus anders waren we daar naartoe gegaan vandaag. Maar het is niet omdat wij daar geen zin in hebben. Maar het is gewoon omdat het nou niet in de planning past, helaas. Dus zijn we even andere dingen aan het doen. En ja, ik ben vooral spullen aan het opruimen nou ook. Dus daarom dat we deze motor nou ook even aan het testen zijn. Want als die het nou doet, dan kan ik hem gelijk te koop aanbieden en weg ermee. Daar heb ik verder ook geen plannen mee, maar het is wel interessant om zo'n motor lopen te maken. Oh, dit is geen terugslagklepje trouwens. Ja. Dus dit openmaken hoeft helemaal niet, want er zit gewoon alleen maar een plunger. Zou die dan, maar waar? Oh, zou die nog een terugslagklep hebben bij de pomp zelf dan of zo? Zou dat kunnen? Nee, ook niet eigenlijk. Eentje is er zat. Ja, nee. Nee, want je moet eigenlijk wel jouw één zuigklep en een persklep hebben toch? Ja, of je moet een spoelpoort hebben, maar dat heeft hij volgens mij ook niet. Of zou dit de spoelpoort zijn? Dit. Dat zou kunnen. Ja, nou, de P is dus aanzuigen, sowieso. Want hier zit inderdaad het zuigklepje, die gaat zo open. En hier zit ook het zeefje. En het is natuurlijk ook logisch dat de brandstof door het zeefje gaat. Dus, ja. Mooi. Hé, hey, we moeten gaan afsluiten, denk ik. Lekker slag gemaakt hiermee ook, hè. Het is thuis gewoon klaar. Ja. Die, hey, je hebt hem dicht, hij mag aan het rekken, hè. Oh. Ja, wanneer ben je er eigenlijk weer, Robin? Woensdag. Oké.
Woensdag dan zijn wij wel de half dag weg. Maar ja. Oh ja, dat is zeker, maar dat weet jij. Ja. Dat hadden we afgesproken. Dus. Waarom? Ja. Hey, die is ook niet onschakelijk weg, joh. Ja, dat klopt. Die viel ook helemaal los. Ja, dus het klinknagel staat ook al. Ja. Dat was een vrijdagmiddag klinkwerkje. Ja. Dat is al wat. Oh nee, maar dat is perfect. Dan moeten we eigenlijk kijken dat we dan die boutjes hebben. Maar ook die plaatjes dan. Ja, we moeten ook nog helemaal schoonmaken eerst. Dat is waar, dat is waar. Schilderen. Dat is een mooi werkje voor Tom om te onshapen. Oh. Hey, lekker man. Heb je nog gewerkt met onshapen? Ja, zeker. Weg was geweest. Ja? Zeker. Ja, op school zelfs. Eigenlijk mocht het niet, maar ik heb het wel met onshapen gedaan, want dan werkt het gewoon veel makkelijker. Ja, dat is, ja, dat is echt zonder gekheid. Ik heb toevallig pas een paar mailtjes gekregen van kijkers ook. Die vroegen ook welk tekenpakket wij gebruiken. Ik denk dat is toch wel bijzonder, want dat hebben we best al vaak verteld. Ik wou zeggen. Dus onshape, ideaal. Dat staat ook in de link in de omschrijving. Hey, laten we het afsluiten. Dus ik zou zeggen, allebei hartstikke bedankt voor de assistentie natuurlijk. Ja, zeker. En ja, tot de volgende. Ja. En jullie ook, bedankt voor het kijken en tot de volgende. Houdoe. Houdoe.